om een netwerk voor de uitwisseling van informatie over schepen en vliegtuigen in de Caribische regio te bouwen, is gisteren een Memorandum of Understanding, MOU, ondertekend. Deze afspraken zijn vervat in de Cooperative Situational Information Integration System, CSII. Deze ondertekening vond plaats tussen minister Krishna Kumari Mathura van Defensie en ambassadeur van Amerika in Suriname, Robert Foucher. De Amerikaanse ambassadeur zegt dat deze MOU in het teken staat van de bevordering van regionale veiligheid en het bestrijden van illegale activiteiten. Deze overeenkomst richt zich specifiek op het delen van maritieme informatie. Het CSII-programma bestaat al 13 jaar. Die landen die lid zijn van het CSII-programma zullen toegang krijgen tot een live feed die uitgebreid overzicht geeft van het scheeps- en vliegverkeer in de hele regio. Alle deelnemende landen in het Caribische gebied, inclusief de Verenigde Staten, zullen hun bijdrage leveren om dit overzicht zo compleet mogelijk te maken. Met de CSII-programma willen wij onze regionale partners in staat stellen gezamenlijk op te treden tegen illegale activiteiten, regionale dreigingen of criminele netwerken die proberen internationale grenzen en zwakke plekken te misbruiken. Mathura voegt eraan toe dat deze samenwerking ons land in staat stelt om het gezamenlijke vermogen te versterken. Verder zal de samenwerking ook zorgen voor een doeltreffende verdediging tegen eventuele interne en externe bedreigingen. Het resultaat zal zijn het verbeteren en versterken van onze strijdkrachten, meent de bewindsvrouw. De relatie tussen onze defensieorganisaties is hierop gebaseerd. Het heeft ons bijzonder veel voordeel opgeleverd. We zijn ons allemaal bewust van de talloze uitdagingen en risico's waarmee we dagelijks als land worden geconfronteerd. Onze moeilijk toegankelijke oerwoud, onze lange grenzen via land en water, illegale drugsdroppings, illegale goudhandel, illegale houtkap, gecombineerd met onze beperkte middelen. Deze vormen een dreiging voor onze veiligheid en stabiliteit. Niet alleen in Suriname, maar ook in de regio. Want onveiligheid hier betekent onveiligheid in onze regio. Het CSII-programma dat al 13 jaar bestaat, zal verder dienen voor het uitvoeren van gezamenlijke operaties ter bescherming van ons land, zegt Mathura.